Ah, ik ben Jean-Paul van Kleermakers Atelier De Oost, de Beeldendijkstraat in Amsterdam. Dat is een van de tafels hier in ons atelier. Zoals u kunt zien, het is nogal een zooi, maar eigenlijk een gezonde chaos. Vanochtend met een heer gezeten, art director. Dag Leo, zoals ik al zei, ik ga hier een video over maken met deze. Ik kwam even langs, wil dit jaar gaan trouwen, vorig jaar al. Nou ja, dan moet je toch eens gaan kijken wie kan voor mij een trouwpak maken en leveren. En dan kom je oriënteren. En dat is altijd heel interessant. Wanneer mensen komen oriënteren, dan ontdek ik eigenlijk altijd dat mensen inderdaad, daarvoor kom je ook oriënteren, totaal nog niet weten wat ze willen. Ook al deze meneer ook moodboard gemaakt, et cetera. Dat komt omdat mensen allerlei associaties hebben. Onder andere van wat is een kleermaker? En tegenwoordig, ik ben daar heel kritisch mee, zie je dat heel veel, mag je dat zo zeggen? Ik denk het wel, er gewoon kei en snoeihard gelovig wordt over welke dienst je aanbiedt of welk product je hebt. Truffelboter waar geen truffel in zit. Dat kan alleen in Nederland. Hè? Een democratie waarin blijkbaar een meneer Mark Rutte kan doen waar hij zin in heeft. Dat werkt niet. En dat zie je ook met kleding. Kijk, maatwerk in mijn optiek betekent dat alles wat van invloed is op de kleding beïnvloed kan worden en ook met elkaar samenhangt. Dat is een vak. Daarvoor kun je leuk in een winkel staan springen in een te klein pakje en dan hard schreeuwen dat het beste uit Italië is of Engeland. Wat is het beste? You don't know that. Dus dat werkt niet. Dat is jammer, want daardoor gaan mensen ons ook op diezelfde hoop gooien. Dus ik wil graag daar een verschil maken. Daarom kun je altijd bij ons langskomen. En dan moet je natuurlijk wel serieus zijn. Waar deze meneer het over had, en dat vond ik genius, associatief, ja, ik struikel erover, associatief denken. En dat is tegenwoordig wat er heel veel gebeurt in onze markt. Dus dat mensen denken van, er moet er iemand staan en die staat dan zo met zo'n Rolex. Serieus, Rolex, wat een kuthorloge. Serieus, een Daytona, pauper dat je bent. Begin eens bij een Patek Philippe of zo, but you ain't got a million. Dus dan ga je dat doen. Dan lijkt het net of je erbij hoort. Associatief denken, associatief denken. Dus met deze manier gezeten en zo eigenlijk ook ontdekt wat nou kleding is zoals wij dat maken aan hem om daarvoor te kiezen. Onderaan de streep heb je een pak in onze markt. Maar er is wel een heel groot verschil tussen bespoke tailoring, een vak waarvoor je jaren moet oefenen, en made to measure waarvoor je nu belt en een pakketje thuis gestuurd krijgt en je bent kleermaker. Daar moet een verschil tussen zitten. Dus kijk, wat we hier dus hebben zijn allemaal stoffen. Wanneer we een pak hebben, maar draag nooit een pak. Nou, dan ga je dus eens kijken binnen al die stoffen, welke stof associeer je met jezelf? Ja, dan zie je heel veel stoffen waar wel een bepaald iets in zit. Dus in plaats van een pak te verkopen aan de heer en te zeggen dit en dat moet het zijn, heb ik eigenlijk een overload aan keuzes gegeven, zodat hij gedwongen is om na te gaan denken, daarvoor ben je ook animator, om na te gaan welk karakter ben je nou zelf. Dus in plaats van deze keer een design te maken, weet ik wel, Mickey Mouse, best slim als je dat hebt bedacht, of een bepaalde anime, Studio Ghibli, dat soort zaken, ben je nu zelf op reis in jouw droomwereld. En moet je je dus gaan kleden op een bepaalde manier die matchend is met hoe jij jezelf ziet. En dat is pure psychologie, mensen. Simpelweg even een kort verhaal van hoe wij werken, hoe ik als eigenaar denk, hoe identiteit in elkaar zit, hoe we zaken aanpakken. Dus meneer is nu naar huis. Inshallah gaat hij bij ons het pak laten maken. Ik denk het wel, ik mag het hopen. En hij moet nu dus eigenlijk nagedenken wat hij echt wil hebben. En dan hoeft het niet te betekenen ik wil die stof of die stof, nee. Wat mijn verzoek aan hem is, is eigenlijk zoek gewoon eens 10 platen die bij jouw gevoel passen. Transformers, Disney, bepaalde animatie. Op basis daarvan is het mijn vak, daarvoor huur je mij in. That's why I make a shitload of money around the world. People trust me on that, that's my business. Ik kan dus, heb ik vandaag ontdekt, associatief denken. Want hij houdt van anime, Studio Ghibli, Spirited Away, whatever. En ik weet dat direct te vertalen naar stoffen en naar uitstraling. Dat is wat wij doen. Lijkt het je leuk om een keer op zoek te gaan naar wie jij bent en hoe je dat uit kan dragen met kleding? Dan beveel ik me graag aan. Wil je een pak kopen? Daar is de deur. Get the fuck out of here. Mazel.